oefenen? Hoi. Hi. Hoi, mijn vraag voor u is... Volgende! Mag ik hier zitten? Welke camera? Die camera. In Ask the Pro stellen de teams van de toekomst de meest uiteenlopende vragen aan een speler van Ajax 1. Nu? Nee. Nu? Ja. Hoi, ik ben Arjen en ik ben een dikke frikandel. Wow. In deze aflevering is het de beurt aan onder 9. Ja. Hallo. Hi. Hoi. Zij komen alles te weten over Steven Bergwijn. Ja, mag ik? Ja. Moet ik beginnen? Yay. Hoi, ik ben Arjen. En ik heb een Steven Berg en ik heb een vraag voor jou. Wie waren jouw voorbeelden van vroeger en keek je ook filmpjes daarna van? Doei. So, wie waren jouw voorbeelden? Nou, ik keek sowieso veel filmpjes van Ronaldinho. En die Ronaldo, de Braziliaanse. Ronaldo, heel sterk. En Messi natuurlijk. Ging die ook nadoen dan? Of was het, Ik probeerde het wel, maar het lukte niet altijd. Maar ja, sommige dingen gingen wel. Hallo Steven, wil je na je voetbalcarrière nog trainer worden? Zo ja, bij welke club? Vroeger zei ik altijd van wel, maar nu niet meer. Nee? Nee, tenminste ik zeg nu dat ik het niet meer wil, maar... Nee, hoe ik het zo zie, denk ik het niet. Dan wil je gewoon met je familie zijn en je gezin. En ik denk als trainer zijn en dan beleef je alles weer opnieuw, ben je weer weg. Maak je nog langere dagen. Dus ik denk dat dat niks voor mij is. Hey, met zulke jongetjes trainen? Ja, wie weet. Nu zeg ik nog nee, maar ja, wie weet na mijn carrière. Als ik thuis zit voor een jaar, misschien begint het dan weer te kriebelen. Ik denk dat ik liever zaakwaarnemer of zo word. Dan zulke jongens begeleiden, dat lijkt me wel leuk. Hallo Steven Bergwijn, ik ben Cristiano. Ik heb een vraag voor u. Bij welke club zou u uw carrière graag willen afsluiten? En waarom? Zo, bij welke club zou ik mijn carrière willen afsluiten? Ja, zo ver weg, maar ik denk dat gewoon hier. Ja? Ja, ik denk wel dat ik mijn carrière in Nederland zou willen afsluiten. Ja, dus hier eigenlijk. Die cirkel mooi rondmaken. Ja. Zolang mijn lichaam het doet, dan ga ik gewoon spelen. Zolang ik het plezier erin heb. Maar ja, dat blijf ik altijd wel houden. Ik zie Stekelenburg en Remco. Ja, als je kijkt naar hun leeftijd en als je dan op het veld zit, dan zijn het gewoon eigenlijk jonge jongens. Dus ja, ik hoop dat het ook voor mij zo kan uitpakken. Hallo. Hoi. Ik ben de Sharon. Hoi, ik ben Ricardo. Hoi, Daniel. Leuk dat je bent. Nu? Ja. Bergwijn, heeft u wel zenuwen voor een wedstrijd? En ja, hoe gaat u er dan mee om? Groet is de Shadow echt dat. Ik heb voor elke wedstrijd zenuwen. Ja, echt? Ja, zeker. Maakt niet uit welke wedstrijd het is. Maar het is gezonde spanning. Ik denk dat dat erbij hoort. Ik denk dat dat iedereen wel heeft. En wat ik dan doe? Ik doe eigenlijk niks speciaals. Het is meer zodra het fluitje gaat, zodra je de eerste twee ballen hebt aangeraakt, dan is dat meestal wel weg. Maar ik denk dat elk voetballer wel zenuw heeft voor de wedstrijd. Veel mensen denken dat misschien we ijzer of stalen zenuw hebben, maar dat is niet zo. Dus dat wil je de jongens ook meegeven? Dat... Ja, zeker weten. Dat het erbij hoort? Ja, hoort erbij. Hoe komt u bij Ajax 1 terecht en wat is belangrijk als je profvoetballer wil worden? Groetjes Dien. Nou, hoe kom je bij Ajax 1 terecht? Ik denk weer hard trainen, goed je best doen. En ik zeg altijd plezier houden. Dat is het belangrijkste. Als je plezier hebt in het spelletje, dan denk ik dat uiteindelijk gewoon je creativiteit en je talent naar boven komt. En ja, dan hopelijk haal je Ajax 1. Ja, goed naar de trainers luisteren. Ja, precies. Jace. Ja. Dag Steven Bergwijn, mijn vraag aan u is, en we komen allebei van Waterwijk naar Ajax. Zullen we later, als ik ietsjes groter ben, kinderen van Waterwijk naar Ajax trainen? Dat was mijn vraag. Mooie vraag. Ja, dat is zeker een mooie vraag.
Ja, is goed. Als jij later in Ajax 1 bent en ik ben dan wat ouder inmiddels, dan gaan we de jongens van Waterrijk naar Ajax halen. Dat is de club waar ik ben begonnen, in Almere. En ja, ik ben niet meer zoveel geweest, eerlijk gezegd. Ja, maar dat is wel een mooi idee van me. Ja, goed idee. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, nu moet je, als je straks klaar bent, moet je toch eens trainer worden. Stevenberg, wie is beter, Messi of Ronaldo? Broertjes Josiah. Ik wist gewoon dat deze vraag zou komen. Ik ga toch voor Messi dan. Voor mij, ja, als je gewoon kijkt naar Messi, is gewoon puur natuur en hoe hij dribbelt, hij ja, is gewoon niet normaal. Ondanks het WK, ja, maar hij blijft natuurlijk de beste van de wereld, zeker weten, voor mij dan. Ja, was je toen ook uiteindelijk blij dat Argentinië dan die finale won? Of maakte je dat niet zo heel veel meer uit? Nee, eerlijk gezegd maakt het me niet meer zo heel veel meer uit, maar ja. Wij waren eruit, dus ja, het kon allemaal gestolen worden. Ja. Hallo Steven Bergwijn, in de jeugd speelde u een paar jaar bij Ajax. Waarom bent u naar PSV gegaan? Soms ja, moet je gewoon andere stappen ondernemen om uiteindelijk naar de Ajax te komen. En mijn vader zei, ja, leidde nog meer wegen naar Rome, dus ja. Uiteindelijk gewoon via een omweg toch carrière gemaakt. Het is goed gekomen. Ja, precies. Zeker. Mag ik? Hoi Steven Bergwijn. Ik ben Kio Wijngaard en mijn vraag is, waar komt dit celebration naar het doelpunt? En heeft het ook een betekenis? En je krijgt de groetjes van Lady Joop. Het gaat heel snel. Ja. Nou, van waar het komt, ja, eigenlijk van mijn vrienden. We gingen gewoon FIFA spelen. En ja, ze zeiden eigenlijk, ja, het wordt tijd voor je eigen celebration eigenlijk. En toen ja, is dit eigenlijk wel staan. Staat dat nog ergens voor? Is het... Nee, niks bijzonders eigenlijk. Ik deed het al heel lang eigenlijk, maar pas toen ik naar Engeland ging, toen is het eigenlijk ontploft. En als je die kleine jongetjes zit zien doen? Ja, dat is zo mooi. Is geweldig, ja. Ja, top. Hallo, ik ben Maddy. Wacht. Hoi Steven Bergwijn, ik ben Maddy en ik heb een vraag aan u. Heeft u wel eens een goal gescoord aan de eer aan uw moeder? Zo. Ja, ze was jarig. En ze zei, als je niet scoort, kan je niet thuis komen. Dus ik was wel blij dat ik hem maakte. Tegen hem? Ja, tegen hem, ja. Op de verjaardag. Dus ja, die was mijn moeder. Anders mocht je niet thuis komen. Nee. Steekbal lukt, Sanchez voorgeven en daar is de tweede, Steven Bergwijn. Was ook in het stadion? Of het... Ja, ze kut was erbij. Ja, ze zijn bij elke wedstrijd, mijn ouders, mijn zus, mijn broertje, iedereen is er altijd. En doe je dat vaker, dat je beloftes maakt aan je moeder? Ja, niet aan moeder, per se ook aan mijn vader. Mijn vader vraagt wel eens hoeveel kan ik er krijgen. Maar dan zeg ik hem 1, 2, ja. Mag ik het gaan? Ja. Hoi Steven Bergwijn, mijn vraag was, wat is uw mooiste goal ooit? Mijn mooiste goal ooit? Ik denk bij Tottenham teruggaan tegen Leicester. Zeg maar in de laatste minuut, zeg maar het moment dan. Ik kwam erin, volgens mij de laatste kwartier of zo. En de 95e minuut stonden we nog 2-1 achter. De 97e minuut maakte ik de 3-2. Kijken die dan ook nog vaak terug? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb hem zeker vaak teruggekeken. Af en toe kijk ik hem nog terug, hoor. Ja? Ja, dan krijg ik kippenvel. Ja, dat is gewoon een jongensdroom. Ja, want als je er nu aan denkt, begin je ook weer helemaal te stralen. Ja, ja, zeker. Omdat dat zijn gewoon de scenario's die je afspeelt als je in bed ligt. Als je bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd, dan zijn dat de scenario's die je hoofd afspeelt als jongen. Ja, dat er dan gebeurt is helemaal mooi. Hoi Steven, mijn vraag is aan jou. Wat was je leukste herinnering aan de jeugd? Groetjes Noah. 100% de toernooien. Ja? Ja, zeker. We hebben zoveel toernooien gespeeld, maar die toernooitjes waren het leukste. Texel, Mallorca geloof ik, Portugal. Ja, ik weet niet, we zijn overal geweest. Ja, dat speel je ook als kleine jongen, dan bijvoorbeeld tegen Barça, Real. Ja, we werden eigenlijk altijd de eerste hier zo. Dus ja, dat maakt het mooiste, ja.
Hoi Steven Bergwijn, ik ben Owen. Wat is jouw mooiste stadion waar je hebt ingevoetbald in je hele carrière? Zo. Ja, er zijn er wel heel veel. Ik vond die van Napoli heel mooi. Ja, een beetje oudbondig, maar wel echt mooi. Mooie sfeer ook. Ja, Old Trafford natuurlijk. Anfield. Als Spurs zelf. De Arena. Ja, er zijn heel veel mooie. Waar je er eentje moet kiezen? En Bernabeu. Ja? Ja. Ja, het is gewoon stadion zo mooi. De Club Real is mooi. Ja, groot. Lekker weer. Lekker weer ook nog. Ja, dus ik denk daar, ja. Met welke topvoetballer zou je een dagje willen ruilen en wat zou je dan doen? Ik denk een Messi dan. Ja? Ja. Dan de hele dag naar de wereldbeker kijken. Ja, zeker. Een paar selfies maken ermee. Voel hoe het is om een linkerbeen te hebben, zo een linkerbeen te hebben. Ja, ik zou met Messi ruilen. Wat doe je naast de training bij Ajax om nog beter voetballer te worden? Groetjes, teamertje. Nou, veel afwerken vooral. Iedereen weet dat ik ervan hou om naar binnen te komen en een verre hoek op te zoeken. Dus ja, dat train ik wel veel. Krijgt zijn ruimte, vindt het doel! Prachtige treffer van Steven Bergwijn. Veel met het balletje. Ja, lijkt het ook leuk om te doen na de training nog even? Ja, zeker. Dat zijn vaak de leukste momenten. Na de training gewoon lekker op goal schieten. En dan wedstrijden met de keepers. Ja, dus elkaar prikkelen. Dat is mooi. Het ligt er echt aan wie zijn dag heeft gewoon. Soms schiet ik ze allemaal erin, soms gaat er niks in. In Kasteelburg, ik merk wel dat hij extra zijn best doet bij mij. Ja? Ja, dus wedstrijden we altijd. Maar nee, het is alleen maar mooi. Hoe komt dat, denk je? Om jou te prikkelen? Ja, ik prikkel hem ook wel eens. Soms als ik hem dan erin schiet, dan zeg ik tegen hem, je mag duiken. Dat soort dingen. Ja. Dat vind ik niet zo leuk. Ah, wordt erbij. Ja, dank jullie wel, jongens. Ja, ze hebben nog 10 minuten door. Dit is het mooiste wat er is. En mooi? Ja, tuurlijk mooi. Prachtig, prachtig. Zeker. Ken je jezelf een beetje? Ja, 100%. Zeker weten. En toen was je druk? Of was je... Ja, ik was wel druk. Ja. Gewoon net als die jongens hier, zo brutaal. Maar leuk brutaal. Nee, is mooi. Is echt mooi. Jongens, dank jullie wel. En ik hoop jullie snel te zien. Groetjes.